Welkom bij challenge nummer 3. Vandaag gaan we geen sportieve challenge doen, maar een ander soort challenge doen. Maar daarbij kan je wel mij laten zien via foto of een filmpje hoe jij de volgende challenge hebt gedaan. Ik vind het heel leuk: want er zijn een hele hoop kinderen die steeds beter weten hoe je een filmpje of een video op kunt laden naar bijvoorbeeld social schools of naar mijn e-mailadres. Uh, iedereen is. Uh, er wordt echt heel veel bedacht. Dus ik vind dat echt superleuk. Ga vooral daarmee door. Ik vind dat superleuk om te zien. De uh, challenge van deze dag is, uh, heeft te maken met de lente. Want de lente komt eraan. En het is de bedoeling dat jij op zoek gaat naar het bijtje. Het bijtje in een bloemenveld van allemaal kleine bloemetjes. En hij is best wel pittig. Ik heb er een tijdje over moeten doen. Maar hij zit echt verstopt dat kleine bijtje. Laat mij in een foto of hoe dan ook hoe je het wil laten weten, laat mij zien dat jij het bijtje hebt gevonden. Hier komt het bijtje. De foto. Ik dacht dat ik mijn foto kon omdraaien, maar dat gaat niet. En uh... En nu kan je hem op, op pauze drukken. Ik hoop dat je hem kunt vinden. Heel veel succes.